Goedemorgen allemaal. Welkom bij weer een nieuw broodje van Basisregistratie Ondergrond. Mijn naam is Ernestine Honning van TNO en ik neem jullie mee naar Verzilting en de Bro. Hoe zit dat? We hebben in Nederland op veel plekken te maken met verzilting, het geleidelijk toenemen van het zoutgehalte van bodem of water. Dit is niet gunstig voor drinkwaterwinning, maar ook bij landbouw en natuur is het een aandachtspunt. De provincie Zeeland heeft hier ook mee te kampen, maar er wordt gewerkt aan een oplossing. Hoe helpen de gegevens van formatieweerstandonderzoek uit de Bro bij dit probleem? Daar gaan we het vandaag over hebben. Ik heb een paar praktische punten. Een paar kleine verzoekjes om de camera uit te zetten voor een rustiger beeld. Het geluid op mute en vragen kunnen gesteld worden in de chat. Dankjewel. Mijn collega's die zitten klaar om vragen te beantwoorden en ik zal ook tussendoor of na afloop vragen meenemen voor de sprekers. Wat wellicht fijn is om te weten, we delen de presentatie na afloop en het is ook mogelijk om het broodje nog eens terug te kijken. De link die staat straks ook op de site. Over een paar dagen. Oké, wie hebben we vandaag te gast? Dit broodje begint met een introductie door mijn collega Erik Simmelink. Hij vertelt hoe je verzilting kunt meten en welke registratieobjecten iets vertellen over zout in de ondergrond. Vervolgens zal Ronnie Hollebrandsen van de provincie Zeeland uitleggen hoe hij bij de provincie verzilting aanpakt, van het verzamelen van gegevens tot beleidsontwikkeling. En tot slot zal Gijs Jansen van Deltares laten zien hoe je zelfs vanuit de helikopter zout in de ondergrond kunt zien. Welkom alle drie. Erik, ik geef allereerst graag het woord aan jou en nogmaals het verzoek om even de camera's van andere gasten eventjes uit te zetten. Dankjewel Ernestine. Ik ga mijn slides delen. Dat gaat nu, als het goed is, deel ik nu mijn eerste slide. Ja. Klopt dat Ernestine? Ja, klopt. Dat is goed te zien. Ja. Dankjewel Ernestine nogmaals. Ik ben Erik Simmelink. Ik ben informatiemanager grondwatergegevens bij TNO Geologische Dienst. En vanuit die rol als een jaar of 10 betrokken bij de totstandkoming van de basisregistratie ondergrond. En dan met name gericht op de grondwatermonitoringsgegevens. En ook grondwatergebruiksgegevens overigens. Maar daar hebben we het nu in mindere mate over vandaag. Ik ga jullie inderdaad heel kort introduceren wat verzilting is en hoe dat in de Bro zich verhoudt tot de Bro. En dan geef ik snel het stokje over aan Ronnie en daarna Gijs. Ik hoor dat nog iemand een microfoon aan heeft. Ja, dankjewel. Verzilting. Ernestine die noemde het net al kort, maar ik heb het nog even ook in beeld gezet. Verzilting, dat is een vraagstuk wat in Nederland speelt. En eigenlijk wil verzilting zeggen, en de definitie, wij zijn van de Bro, zijn we graag van definities om het lekker scherp te hebben. Verzilting staat bekend als de toename van het zoutgehalte in de bodem, het bovenste deel van de ondergrond, het grondwater in de ondergrond bevindt en ook het oppervlaktewater. Die basisregistratie ondergrond, zoals we met z'n allen weten, beperkt zich tot ondergrondgegevens. Dus oppervlaktewater, verzilting in oppervlaktewater, hoewel het natuurlijk onderdeel is van het hele watersysteemsvraagstuk. Dat heeft geen relatie tot gegevens in de Bro. Rechts en zomaar een willekeurige krantenkop, maar dat wil wel aangeven. En Ronnie zal er straks ook nog wat voorbeelden van laten zien. Dat verzilting een actueel probleem is wat regelmatig in het nieuws is. En hier zie je ook al aan dat verzilting heel snel gekoppeld wordt aan de stijging van de zeespiegel. En daarmee gekoppeld wordt aan klimaatverandering. En dat snappen we met z'n allen ondertussen wel. Dit is een plaatje van Deltares, van de collega's van Gijs, die ik dankbaar gebruik. Waarin ook in een aantal gevallen die natuurlijke verandering van het zoute grondwater door natuurlijke klimaatverandering en zeespiegelreizing gerelateerde oorzaken wordt getoond. Maar er staan ook een aantal voorbeelden van invloeden veroorzaakt door menselijk handelen. Bijvoorbeeld het onttrekken van zoet grondwater voor drinkwater. Dat kan ook gevolg hebben dat er ook zoutwater van onderaf wordt naar boven toe wordt getrokken. Dat wil dit plaatje. Laat zien dat middelste bovenste plaatje. Maar ook het feit dat wij in Nederland heel veel polders hebben gemaakt en daar voortdurend water uit pompen, omdat we die polder droog willen houden,
dat is het rechte plaatje bovenin, dat veroorzaakt ook verzilting. Dus verzilting is eigenlijk een vraagstuk wat verschillende oorzaken heeft. Die zeespiegelrijzing veroorzaakt ook klimaatverandering. Dat is natuurlijk een heel prominent ding, maar er zijn ook allerlei andere oorzaken voor die verzilting. En als gezegd, en Christine noemde dat ook al kort, dat heeft gevolgen voor onze toekomst. Nu is dat al een probleem, maar in de toekomst zal dat waarschijnlijk nog steeds meer toenemen. Want wij zijn gesteld op onze zoete water, drinkwatervoorraden voor drinkwater. Dit is een plaatje van de verschillende drinkwateronttrekkingsgebieden in Nederland en onttrekkingsputten. Veelal in het oosten, maar ook wel in het westen van het land. En hoe meer je naar het westen komt, hoe meer dat zoutprobleem, dat verziltingsprobleem, relevant wordt voor drinkwaterwinningen. Er wordt zoiets van 750 miljoen kuub per jaar aan drinkwater gewonnen uit het grondwater. Maar ook voor allerlei landbouwkundige vraagstukken, veel meer van een lokale aard, is die verziltingsproblematiek een relevant issue. Dus er is alle reden om daar veel aandacht voor te hebben. En nogmaals, in dit broodje zullen zowel Gijs als Ronnie laten zien dat daar ook veel aandacht voor is. Die basisregistratie die blijft daarvoor, of die is daarvoor een belangrijk fundament, hè, om dit soort vraagstukken rondom verzilting te kunnen tackelen, te kunnen oplossen. In ieder geval daar voorspellingen in te kunnen doen. Dit is het plaatje van de verschillende registratiedomeinen in de BRO. En de verschillende registratieobjecten in de BRO. Ik mag aannemen dat de toehoorders die regelmatig het broodje bezoeken of andere fora of druk bezig zijn met de BRO, dat ze dit plaatje herkennen. En wat ik hier probeer aan te geven, dat er ook verschillende registratieobjecten, verschillende gegevenssoorten relevant zijn voor die verziltingsvraagstukken. Ook de booronderzoeken, die gebruikt worden in allerlei ondergrondmodellen die wij maken en die Wenner in Wageningen ook maakt. En die ondergrondmodellen die zijn weer de ondergrond, ook letterlijk voor de modellen, waar Gijs het straks ook over zal gaan hebben, om inzicht te krijgen in verziltingsvraagstukken, om de voorspellingen en de berekeningen te doen. De grondwatermonitoringsgegevens worden daar ook voor gebruikt. Die grondwatermonitoringsgegevens worden ook ter aanzien van het grondwatergebruik. En dat grondwatergebruik, daar gaat het dan uiteindelijk om, het gebruiken van het grondwater. Daar zijn we naar op zoek in hoeverre daar bedreigingen plaatsvinden vanuit die verziltingsvraagstukken, vanuit die verzilting. En die grondwatergebruiksgegevens worden uiteindelijk dan ook weer netjes geregistreerd in de BRO, in het domein grondwatergebruik. Dus zo zijn er allerlei raakvlakken, dat waren de raakvlakken, die in de BRO zitten, waardoor je telkens weer realiseert dat die basisregistratie een heel belangrijk fundament is om allerlei vraagstukken, waaronder dit verziltingsvraagstuk, op te lossen. Even toespitsend op grondwatermonitoring, en dan gaan we langzaam naar die laatste, dat laatste registratieobject, waar nog heel weinig aandacht voor is geweest, maar waar Ronnie het over zal gaan hebben. Het grondwatermonitoring, de woord monitoring zegt het al, dat betreft het regelmatig bij herhaling meten van grondwater in de vorm van grondwatersamenstellingsonderzoek. Natuurlijk ook in de vorm van grondwaterstanden, maar daar hebben we het nu niet zo over, omdat het wat minder relevant is voor verziltingsproblemen. Grondwatersamenstellingsonderzoek, daarmee kun je meten aan zout. En dat formatie-weerstandonderzoek, waar we het nu ook op zullen gaan focussen, dat is eigenlijk de derde lood aan de stam van grondwatermonitoring meten, waarover Ronnie wat zal gaan vertellen. Heel kort over grondwatersamenstelling. Dat is eigenlijk het meten, het nemen van een sample in een grondwatermonitoringput in een pijlbuis. Vaak op verschillende dieptes, dat zie je dat plaatje hierboven. En dat sampletje dat wordt naar het laboratorium gebracht en daar worden metingen gedaan. Waaronder bijvoorbeeld chloridemeting. Op dit moment zitten in de BRO ongeveer 42.000 GAR-objecten. En in één GAR-object, in één grondwatersamenstellingsonderzoekobject, kunnen soms wel een paar honderd analyses zitten, maar daar zitten ook veelal chloridemetingen. En die chloridemetingen en al die grondwatermonitoringsgegevens, die samenstellingsgegevens, die worden al sinds jaar en dag door met name provincies en RIVM gemeten in een enkele duizenden meetpunten verspreid over heel Nederland. En daar hebben we dus
al sinds jaar en dag al heel veel metingen en meetinformatie van beschikbaar. Die historische gegevens die gaan op dit moment worden die ook naar de BRO geregistreerd, gemigreerd. En in de toekomst zullen de metingen, de monsternames die vanaf nu op worden gedaan, die komen ook natuurlijk in de BRO terecht. Je kunt daar geroerde metingen kun je voor gebruiken om een indicatie te krijgen voor het zoutgehalte. En ook de EC-meting, geleidsbaarheidmeting van het grondwater, is dan een relevant aspect, een relevante parameter. En die geleidbaarheid, ik heb dat even geïllustreerd met de plaatjes beneden, wil eigenlijk een soort proxy zijn, een inschatting van zit je in zoetwater of zit je in zoutwater. Zoetwater geleidt minder goed dan zoutwater, vandaar in dit plaatje, een natuurkundig proefje. Dat zoute water dat geeft een veel hogere stroomsterkte. Nou, dat principe, dat de stroom en de geleidbaarheid eigenlijk een soort inschatting geeft van het zoutgehalte, dat wordt dus in het lab toegepast en soms ook in het veld met een EC-meter waarbij er een sampletje wordt bemeten. Maar dat wordt ook in dat formatieweerstandonderzoek toegepast. Nogmaals, Ronnie zal dat zo meteen verder uitleggen, maar het formatieweerstandonderzoek, het doel daarvan is ook het vastleggen van de verandering van het saliniteitsgehalte, het zoutgehalte van het grondwater in een grondwatermonitoringput. Binnen niet al te lange tijd zullen die FRD-metingen, dat formatiewisselonderzoekmetingen, zullen ook in de BRO terechtkomen. En dat geeft een mooie additionele basis voor zoutmetingen. Er zijn twee manieren waarop dat in een grondwatermonitoringput kan worden uitgevoerd. Een elektromagnetische wijze, waarbij er een zender en een spoel in een monitoringsbuis wordt. Dat laat men zakken en dan wordt er een meting gedaan doordat er een elektrisch stroomtje wordt opgewekt. En dat elektrisch stroomtje manifesteert zich in de ondergrond en dat wordt weer teruggemeten in de zender. En dat levert een indruk op, als je dat meerdere keren doet of op meerdere plekken in zo'n buis, van een zoutprofiel of een zouttijdreeks. Hetzelfde, en daar zal Ronnie met name op ingaan, geldt voor de zogenaamde zoutwachters, de GO-ohmkabels. Die zitten aan de zijkant van een monitoringbuis, soms tot op grote diepte. Daar wordt ook een stroompje opgewekt via verschillende elektrodes. Dat zijn die kleine gele vierkantjes. En bij andere elektrodes wordt dan het signaal teruggemeten. Wat ook een soort indicatie geeft voor de weerstand van de ondergrond. En daarmee, als je dat meerdere keren doet, de verandering van het zoutgehalte. Dat is mijn korte introductie op de verdere verhalen van zowel Ronnie als Gijs. Gijs zal ook nog ingaan op die nieuwe, relatief nieuwe meetmethode, wat Ernestine het ook al noemde. En dat is dus een voorbeeld van een gegeven wat nu nog niet in de BRO zit, maar dat is wellicht een mooi toekomstperspectief. Maar daar kunnen we het misschien in de nasleep van de presentatie nog over hebben. Goed idee, Erik. Dankjewel. Ik heb een hele kleine vraag. Ik zag zo net bij die geleidemetingen EC staan. Waar staat EC voor? Dat staat dus de Engelse term voor electrical conductivity. Ah, dus oké. Okay, elektrische geleidbaarheid. Ja, en die zoutwachtenmetingen, je vertelde van dat kan ook tot op grote diepte. Waar moet ik dan aan denken? Nou, dat kan Ronnie misschien beter vertellen, maar volgens mij gebeurt dat in Zeeland, zijn ze nu bezig, maar daar gaat Ronnie uitgebreid over hebben. Maar er zijn ook een aantal drinkwaterbedrijven en dat gaat tot misschien wel 100, 150 meter diepte zitten die kabels. Dus het zijn echt hele strenge met kabels die aan zo'n buis zijn gekoppeld. Dus dat gaat echt tot dieptes, tot waar het zoute water en het brakke water zit. Zodat je dat goed kunt meten. Het gaat echt over tientallen, zeker 100 meter dieptes. Ja. Dankjewel, Erik. Ik zag nog geen vragen verder in de chat, maar stel ze gerust. Laten we verder gaan, Ronnie, met jouw verhaal, want ik ben benieuwd hoe het zit met de provincie Zeeland. Ja. Oh, ik zie nog een kleine vraag binnenkomen. Die gooi ik er nog eventjes in. Er wordt gevraagd, hebben de metingen met elektrische velden een verstorend effect op de bodem en biodiversiteit? Erik, weet jij daar iets van? Ik ben geen expert op dat vlak, maar wat ik wel weet is dat de stroomsterkte die daarvoor wordt gebruikt dusdanig zwak is, dat ik daar eigenlijk nog nooit van heb gehoord dat verstorend zou werken. Het is een heel zwak elektrisch signaal dat die ondergrond in wordt gestuurd. Mm-hmm.
Ik vraag me eigenlijk af of daar überhaupt ooit onderzoek naar is gedaan. Ronnie, heeft daar misschien een antwoord op? Ja, die stroomsterktes die spelen dan eventueel op grote diepte, waar geen sprake meer is van bodem, maar van diepere ondergrond haast. Ja, oké. Dus. Laten we vooral even starten met jouw verhaal, Ronnie. Ik zie je slide al staan. Oké, jullie hebben mijn slide. Nou, dan ga ik kijken of ik hier alles bij de hand heb. Ja. Nou, goedemorgen allemaal. Mijn naam is dus Ronnie Broekmans van de provincie Zeeland. En ik ben beleidsadviseur grondwater. En ik hou me dus onder andere bezig met zoetzout in de ondergrond. Waarom is Zeeland gevraagd om hiermee aan de om hier een presentatie te geven? Dat is omdat er van oudsher best wel een tijdje mee bezig zijn. En omdat we ook als Zeeland een verzoek ingediend hebben om FRD als registratieobject toe te voegen aan de basisregistratie ondergrond. Want aanvankelijk was dat niet als registratieobject gedefinieerd. De mogelijkheid bestond wel om zoutwaterkabels in GMW bij de put te registreren. Maar dat is toen geannuleerd en ondertussen is die ook binnen de BRO gerealiseerd. En is het nu weer aan ons als bronhouder de taak om de gegevens in de BRO te zien te krijgen. Dus vandaar dat verhaal. Ik neem jullie even mee in het volgende dia. Moet ik even in het juiste scherm zitten om een cursor te activeren. Hier heb je. Over verzilting en alle ontwikkelingen rondom het thema is dus heel wat te vertellen. Maar in de beschikbare 15 minuten moet ik jullie echt in een vogelvlucht meenemen. Dat probeer ik te doen met behoorlijk wat plaatjes en een vijftiental dia's. Waarin de hele breedte aan bod komt. En met name dus ook de data aspecten. Veel interessante zaken en details zal ik weg moeten laten. Nou, als er links of rechts nog vragen komen, dan kunnen we daar eventueel nog op inzoomen. Wat ik ga vertellen is ook deels werk en uitvoering. Dus het zal hier en daar nog wel wat vragen oproepen. Beter vroeg geïnformeerd dan te laat, zullen we maar zeggen. En wellicht is deze presentatie dan ook een aanleiding voor anderen om de mouw te stroken en om met het registratieobject en de zaken eromheen aan de slag te gaan. Nou, ik geef even de lijn van mijn presentatie weer, zodat jullie een idee hebben waar ik ongeveer zit. Ik wil even starten met de problematiek rondom verzilting. Onderzoek en beleid, ook in het verleden. Specifiek rondom landbouwonttrekkingen die in Zeeland veel voorkomen, zijn de vraagstukken. Nou, grondwatermodellering is ook een issue, maar dat komt vooral in de presentatie van Gijs aan de orde. Laat je nog iets van de proeftuinen zien. Rondom zoet en zout in de zuidwestelijke delta. En dan wil ik na de actualiteit nog even focussen op monitoring en de datakant, automatisering en de datastroom vanuit het veld. Ja, de aanleiding. Bij de voorbereiding kwam ook richting mij de vraag van waarom is Zeeland eigenlijk zo bezig met verzilting? Ja, goede vraag om zo eens even de geschiedenis in te duiken. Waarom doen we dit eigenlijk allemaal? En dat de geschiedenis, voor zover ik die kan reconstrueren, die begint eigenlijk al in de Tweede Wereldoorlog. Toen zijn vanwege bombardement is Walcheren onder andere onder water gezet. En dat heeft tot verzilting geleid. Nou, dat is geen traag proces geweest, dat was meer een calamiteit, wij spreken. En daar zijn toen ook vele landelijke onderzoeken naar geweest. Dat werd toen ook vanuit de Rijksdiensten voor het landbouwherstel gearrangeerd.
En die opgave, een rapportage daarvan is in 1953 verschenen, zoals we onderin rood gemarkeerd zien. En dat was ook het jaar van de watersnoodramp in Zeeland. En ja, dat heeft er eigenlijk toe bijgedragen dat er vanaf die tijd al heel veel onderzoek naar zoet en zout gedaan werd, ook in relatie tot landbouwschades. Er is ook veel ondergronddata vanaf die periode vanwege de deltawerken verzameld. En dat heeft er ook weer toe geleid dat Regis een verfijning voor Zeeland heeft kunnen ondergaan, omdat er heel veel detailinformatie had, wat ook tot genotoxicatie geleid heeft. Er zijn in die tijd ook, of sinds die tijd ook, veel losse chloridemetingen gedaan in pijlbuizen, om goed grip te krijgen op het zoet en zout. Nou, dit zijn dus meer de climatueuze situaties, maar verzilting in normale situaties is een veel trager proces. Even kijken. Ja, er zijn twee rapporten tegelijk. Nou, er is ook veel landelijk onderzoek, maar dat kom ik dan pas wat later tegen via Google. 2011, Altera, die ook kijkt naar de aspecten van de verdeelding, dus ook in relatie tot landbouw. En ja, sinds kort zien we ook veel persberichten rondom zoet en zout. En dat heeft heel vaak een relatie met de droogte, vandaar dat ik die twee rapporten even laat zien die ik daardoor tegengekomen ben. En daarmee zie je dat zoutschade heel vaak ook verweven is met droogteschade. En dat het elkaar beïnvloedt. Dus het is ook lastig te onderscheiden vaak. Maar dit al bij elkaar, dat geeft al aan dat er van oudsher eigenlijk veel aandacht in Zeeland is voor verzilting. Nou, dat heeft in de jaren 90 geleid tot een grondwaterbeleidsplan. En daarin werd al benoemd het tegengaan van verzilting. En als je de teksten bekijkt, zie je eigenlijk ook al aspecten rondom grondwaterkwaliteit staan, nog voor de tijd dat de KW daarmee bezig was of bestond. Dus veel van ja, de huidige actualiteit heeft al oude wortels. Nou, dat was ook de tijd dat we met veel onderzoeken begonnen. Ook modeltechnieken gingen toepassen om grip op zoet en zout in de ondergrond te krijgen. En hier zie je eigenlijk de zeersystemen waar we relatief weinig zoet water hebben. En dat zit dan met name in krekerruggen. Krekerruggen zijn oude krekerrestanten die tegenwoordig hoger in het landschap liggen, zandig van opbouw zijn, waar zoet water kan infiltreren. En dat vormt zich dus als het ware een drijvende zoete bel in een zoutomgeving. Nou, dat beleid wat daar uiteindelijk op gebaseerd is, dat ligt tegenwoordig ook bij het waterschap in handen. Dus rondom verzilting werken we ook nauw samen met het waterschap. Waterschap Scheldestromen. En die hanteren regels rondom die ondiepe landbouwonttrekkingen. Dat zijn horizontale drains op maximaal 6 meter diepte in de ondergrond aangebracht. En daar mag maar een beperkte hoeveelheid water uit onttrokken worden. 80 millimeter per seizoen. Om te voorkomen dat het zoute water, dat je onderin ziet, te veel gaat opkegelen. Nou, en sinds de laatste jaren zie je ook in het rechterplaatje dat er zijn dus ook een grote hoeveelheid van die landbouwonttrekkingen in onze krekenruggen in Zeeland. En de aantallen nemen zeker de laatste jaren exponentieel toe. En dat betekent dus dat er ook veel aandacht in de regio is om grip te houden op die zoetwatervoorraden die beschikbaar zijn, om verzilting dus te voorkomen.
Nou, dan neem ik jullie nog even mee in de proeftuinen. Dus het een en ander speelt al heel lang. Ik noemde de jaren 1990. En sinds 2005 zijn we ook gestart met het grotere zeenotmodel, waar Deltares straks dieper op ingaat. Dat is eigenlijk de gele balk die we in deze grafiek zien. En wat ik ook nog even wil aankaarten is dat ook het NHI in deze periode ontwikkeld is. En met name sinds de laatste jaren ook een vogelvlucht genomen heeft. En daar sluit dan ook ons regionale model weer op aan. En de pressiemetingen, de eerste range zeenotbreed, die zijn in 2015 gestart en de verdere interpretatie. Nou, dit is even in een notendop wat er de afgelopen jaren gespeeld heeft. Nou, wil je meer zien? Kijk het later rust nog eens na. Op onze website is ook het een en ander te vinden over de proeftuin zoetwater. Een en ander over Zeeuws Deltaplan zoetwater. De actualiteit. Ja, dan zie je dat we in 2021 ook weer met een wenslijstje op basis van allerlei kennis en kunde, plannen, onderzoek hebben en dat dat ook steeds meer ook de landelijke aandacht krijgt. En dat is inmiddels, heeft dat ook zijn plek gekregen in het Nationaal Deltaprogramma 2022, waar je ook een en ander rondom verzilting aantreft. En waar ook financiën geregeld zijn via het Deltafonds. En waarvoor we inmiddels in huis ook besluiten genomen hebben om aanvullende financiering te regelen. Om sterker in te zetten op de aanpak van verzilting. En met name in dit geval ook op grondwater monitoring en modellering. Waar ik jullie verder in mee wil nemen. Nou, de ambitie is zoals GS heeft vastgesteld, is om een stevige automatiseringsslag te maken rondom onze kwantiteitsmeetnetten. Daarbij integreren we de natuurmeetnetten, die jullie hier min of meer in groen zien. En waar we vandaag vooral even op ingaan, zijn de zoutwachters. En dat zijn de roodlocaties die we willen gaan realiseren. Nou, om tot zo'n zoutwachtermeetnet te komen, is er toch nog wel even wat onderzoek nodig. Nou, het principe, dat heeft Erik net even uitgelegd. Je zet spanning op twee buitenste elektroden en op de twee binnenste elektroden meet je de weerstand of de glijbaarheid. En dat geeft dan een beeld of het water zoet dan wel zouter is. Om zover te komen en om daar meer grip op te krijgen, hadden we eigenlijk gewoon te weinig echte kennis en kunde over van hoe werkt zo'n zoutwachter nu precies en hoe nauwkeurig geeft dat resultaat. Vandaar dat we bedacht hebben om tot een proefbestelling te komen. Ik gaf het ook wel aan, die zoutwachters zijn van nature met name bij drinkwaterwinningen toegepast. En dan zitten ze toch al gauw op meer dan 75 meter diepte. En wij willen in Zeeland vooral die wat ondiepere zoetwatervoorkomens gaan monitoren. Op een 15 à 20 meter diepte. En dat willen we met meer resolutie doen. Vandaar dat we een proefbestelling bedacht hebben om configuraties van 50 tot 10 centimeter te gaan testen. Om te kijken hoe we dan uiteindelijk in situ een perfect ontwerp voor zo'n zoutwachtkabel hebben. Nou, dat is nog volop werk in uitvoering. Dat hebben we in een soort frame gedacht neer te zetten in een testopstelling. Dat we dachten, nou, dan zetten we in het midden een zoutwachtkabel en eromheen zetten we minifilters om
exact chloride gehalte van de glijbaarheid van het grondwater in de testopstelling te kunnen onderzoeken. En dat ziet er dan zo uit. Nou, dit is een testopstelling in een groot vat. Dit hebben we gevuld met zand en zo hebben we een zoet-zout grensvlak hier langs laten wegen. Nou, de details hoe we dat verder gedaan hebben, ga ik nu niet op in vanwege de tijd. We zijn nog bezig met de laatste interpretatie van de resultaten. En inmiddels hebben we net voor de meivakantie een eerste ondiepe zoutwachterkabel geïnstalleerd in Zeeuws-Vlaanderen. En die is tot een diepte van 30 meter geplaatst, in dit geval met gebruikmaking van kabels die dat daar op de plank had liggen, zodat we die vrij snel op een parklocatie konden toepassen. Waarom op deze locatie? Omdat daar ook een onttrekking zit, zo'n landbouwonttrekking. Plus dat daar ook een infiltratieproef loopt. Dus er wordt extra water, zoet water geïnfiltreerd om te kijken of we die zoete wel groter kunnen krijgen. En het idee is dat we hier vrij continu mee kunnen gaan monitoren. Het tweede plaatje geeft een goed beeld van hoe zo'n zoutwachterkabel eruit ziet. Dit is er dan een met een elektrodeafstand van 30 centimeter. En ja, nu moeten we het spul nog gaan aansluiten en gaan uitlezen. Kom ik nog verder. De bedoeling is dat we dat gaan automatiseren en dat gaat ook al een behoorlijke datastroom opleveren. Dus ik neem jullie even mee in hoe wij de datastroom in Zeeland willen tackelen om de data die vanuit het veld komt in de BRO te krijgen. Nou, daarvoor neem ik jullie ook gelijk mee in wat wij gedaan hebben voor onze grondwaterstandsmetingen. En op een vergelijkbare manier willen we dus ook de zoutwachtermetingen, dus het registratieobject FRD, gaan realiseren. Nou, dat willen we dus zoveel mogelijk open source doen. En vanuit dat principe hebben we in huis een Postgres database ingericht, waarin we naast de put GMW ook de stammen hebben geïmplementeerd. En daarvoor hebben we het datamodel van de basisregistratie ondergrond overgenomen. En ik heb onder GLD FRD gezet, want dat regelt op een vergelijkbare manier in. Nou, we willen dus in het veld via de multiflexmeter gaan inwinnen. Daar kom ik zo nog even op terug. Geautomatiseerd. Dat werkt met een verzendtechniek via LoRa. In plaats van een telefonieverbinding, GPS, pakken we daarvoor een LoRa-techniek. Dat komt in huis, die bulk, via een sensorbucket. Die levert sensormetingen vanuit het veld door richting onze standen. In de toekomst dus ook zoutwachter database. En vervolgens gaan we leveren dat via de BRO-connector. Nou, die BRO-connector hebben we voor GLD al geïmplementeerd. En FRD kunnen we op een vergelijkbare manier daarin onderbrengen. Nou, we kunnen daarnaast ook hand- en controlemetingen doen in het veld. Dat doen we via een losse app op een smartphone die bij diverse in gebruik is. En die kunnen we rechtstreeks importeren in onze database. En gaat dan ook via die BRO-connector mee in de datastroom naar de BRO. Nou, vanuit die centrale database in huis kunnen we koppelen naar onze dataportaal. Kunnen we gegevens visualiseren. En we kunnen vrij eenvoudig vanuit PDOK of BRO-XML berichten data importeren. En dat gaat dus ook vrij eenvoudig, omdat we ook een identiek model zoals de BRO hanteren. Nou, nog een linkje richting de fieldvorm voor degene die daarin geïnteresseerd is zo te gebruiken.
Nou, en omdat we het datumdeel van de BRO hebben overgenomen, kunnen we ook heel eenvoudig in onze visualisaties hybride data visualiseren. Door gewoon ook rechtstreeks een link richting de BRO via PODK in te regelen. Nou, dat dit allemaal wel behoorlijk doorgeakkerd is inmiddels. Samen met onze afdeling INA. Dat heeft geleid ook tot een architectuurplaats. Die laat ik jullie even heel kort zien. Voor de coördinator en de IT-specialist onder ons. Nou, mocht u belangstelling hebben, dan horen we dat later wel. Wat je hierin ziet is dat GLD, dus de standen, paars zijn. De zoutwachters zijn hier de blauwe lijnen. De put zelf is in groen weergegeven. En wat we ook gaan toevoegen is net in oranje. En GAR, spontaan samenstellingsonderzoek, is in rood ook weergegeven. Die hebben we ook reeds geïmplementeerd. Maar dat is hier verder niet aan de orde. Het ziet er indrukwekkend uit, Ronnie. Ja. Ik wil je zo graag een paar vragen voorleggen. Volgens mij wil je nog een paar dingen heel kort laten zien. Laten we dat doen. Precies, want dat zijn inderdaad, volgens mij inderdaad maar een paar plaatjes nog van hoe dat er dan in de praktijk uitziet. Al die schema's die ik net liet zien. Nou, dit is dan een stukje hardware wat we ook geopensourced hebben. Dit is een pilot instrument om drugsensoren uit te lezen in de praktijk. En op die manier, ik geef nog even een link naar hoe dat werkt dan qua verzending met LoRa. Ja. En voor zoutwachters hebben we al een prototype liggen, wat door studenten opgezet is. En dat willen we ook eindelijk aan dit systeem gaan koppelen, om dat op die manier aan data te gaan verzamelen. Nou, tot slot nog even de IT-kant. Ik heb genoemd de sensor buckets. Die is net 2 weken in lucht in huis. En die is ook open source. Op GitHub gaat vroeg of laat. Dus op niet al te lange termijn de code verschijnen. En de BRO-connector bestaat er inmiddels. De BRO-connector willen we het komende half jaar dus ook gaan uitbreiden met FRD. En daarvoor een ketentest gaan uitvoeren. Nou, in de hele presentatie zie je wat merknamen staan van open source producten. Geen bedrijfsnaam, maar ik wil in dit geval in ieder geval Artesia danken voor de productie van de Fieldform. Die wij in Zeeland zo hebben kunnen toepassen. En BRO Connector is een product wat Nene Schuurmans voor Vitens en Brabant Water ontwikkeld heeft. En wat wij hebben laten open sourcen. En Ronnie. En tot slot. Er is nog werk aan de winkel. Dus ik zou zeggen, van treed toe tot de open source community. Goed plan, Ronnie. Jullie doen al heel veel om data te verzamelen en inderdaad meer grip te krijgen op verzilting. Ik wil even kort stilstaan bij één vraag uit de chat. Er wordt gevraagd van, is het op lange termijn, of op lange termijn is het ook mogelijk om chemisch onderzoek, is mogelijk ook chemisch onderzoek nodig naar grondwaterkwaliteit? En wordt er dan bij de aanleg van de putten al rekening mee gehouden? Dat heb ik niet genoemd, maar we hebben natuurlijk ook al een reguliere monitoring van grondwatersamenstellingen. Dus de grondwateranalyses, dat is veelal in historische putten. Maar bij nieuwe putten proberen we wel rekening mee te houden. Maar we doen nu ook al in gewoon historische putten. Ja. Wat je wel ziet is dat je juist vanwege automatisering vaak wel even iets grotere diameters zou moeten toepassen. Omdat die hele kleine historische diameters nog wel eens problemen kunnen geven. Ja. Dus op die manier zou er nog iets aangepast worden. Ja, maar het is toch roeien met veel historische putten die je gewoon hebt en die hun waarde hebben. Dus daar probeer je toch uiteindelijk
systeem op in te regelen. Ja, maar indrukwekkend, Ronnie. Ik wil graag eigenlijk gelijk doorgaan naar Gijs. Want ik ben ontzettend benieuwd hoe je vanuit de lucht nou ook zout kunt zien, als het ware. Dus Gijs, de vraag aan jou om daar meer over te vertellen aan ons. Ja, ga ik doen. Dat komt in de tweede helft van mijn presentatie aan bod. Want ik vertel erover in combinatie met grondwatermodellering. Hè, zoals Ronnie ook al... ik ben trouwens Gijs Jansen van Deltares, geobioloog. Even ter herinnering, het was in de introductie ook al gemeld. En zoals Ronnie ook al kort aanstipte, wordt er ook volop gemodelleerd met betrekking tot verziltingsvraagstukken. Waarbij mijn persoonlijke expertise ligt op het modelleren van grondwatersystemen. En daar wil ik dus in deze presentatie iets dieper op ingaan. Waarbij ik inderdaad speciale aandacht besteed aan een relatief nieuwe manier van data-inwinning van de ondergrond. Te weten de airborne elektromagnetische metingen. En bij velen bekend als de FRESH-EM-techniek. Maar ik wil eerst heel kort even iets zeggen over wat grondwatermodellen eigenlijk zijn. En wat je daar in de context van verziltingsvraagstukken mee kan. Voor degenen die daar niet zo ingewijd zijn. Grondwatermodellen, dat zijn rekeninstrumenten waarmee je de toestand en de ontwikkeling van grondwatersystemen kunt berekenen. En er zijn verschillende type modellen, maar waar ik het hier over heb zijn zogenaamde ruimtelijk gedistribueerde modellen. Waar ik hier links een voorbeeldplaatje van heb staan. En dat komt erop neer dat je systeem waarin je geïnteresseerd bent, dat je dat onderverdeelt in kleine sub-elementjes die je hier ook ziet. En je eigenlijk voor elk sub-elementje een soort waterbalans en stoffenbalans bijhoudt. En op die manier kan je berekenen en volgen hoeveel water of eigenlijk hoeveel druk er per cel is en wat de concentratie van stoffen in die cel is. Zo werkt een grondwatermodel. En dan heb ik hier een voorbeeldje, een simpel voorbeeldje van een model. Het transport van van zoutwater van boven naar beneden volgt in een tweedimensionale kolom. En dit is eigenlijk direct een mooi voorbeeldje van een zoet-zoutmodel die wat complexer zijn dan een normaal grondwatermodel, omdat zoutgrondwater een hogere dichtheid heeft dan zoetgrondwater. En daar moet je in de berekeningen rekening mee houden. Dus dat vond ik een extra uitdaging. Maar dit was een simpel klein modelletje. Maar je kan het zo ingewikkeld maken als dat je zelf wil. Zoals Ronnie al aanstipte, er is ook een zoet-zout grondwatermodel van de provincie Zeeland. Waar ik hier twee resultaten van heb staan bij wijze van voorbeeld. Dit is dan puur een grondwaterstand of eigenlijk stijghoogte in het eerste watergroenpakket in de zomer en de winter. Gewoon puur als voorbeeld resultaat van zo'n model. Maar dit Zeeland-model wordt vooral ingezet om iets te zeggen over de veranderingen in de verdeling van het zoet en het zout in het grondwater. Dan kan ook nog een schaaltje groter en dan kom je bijvoorbeeld bij het landelijke model, hè, een grondwatermodel voor heel Nederland, dat zowel voor zoet als voor zoetzout beschikbaar is. En dit voorbeeldresultaat komt dan hier specifiek even uit de droogteradar dat op internet staat, waar je elke, geloof, twee wekelijks of wekelijks wordt er een update gegeven van wat de grondwaterstand is in Nederland volgens het model en wat het verschil is bijvoorbeeld ten opzichte van de langjarige grondwaterstand, de langjarige gemiddelde. Dus wat is de afwijking daarvan? En als je het helemaal gek wil maken, dan kun je zelfs wereldschaal modellen maken met de computerkracht van tegenwoordig is dat ook mogelijk. Maar dan wijken we een beetje af. Wat is nu de toepassing van die grondwatermodellen in de verziltingscontext? Nou, in eerste instantie zijn ze heel erg nuttig bij het vergroten van de systeemkennis. Hè. Hoe werkt verzilting? Hoe werkt het systeem wat dat betreft? Je kunt het gebruiken om een inschatting te doen van hoe verloopt het autonome verziltingsproces. Hè. Bijvoorbeeld de zoutwaterintrusie langs de kust. Hoe snel gaat dat? Hoe ontwikkelt zich dat in de toekomst? Je kunt het gebruiken, wat Ronnie ook al kort aanstipte, rondom ondersteuning van beleid omtrent duurzame onttrekken. Hè. Waar kun je onttrekkingen toestaan? Hoeveel mogen die onttrekken? Zodanig dat je het zout niet te veel omhoog trekt in het grondwater. Ander voorbeeld is inschatting van de kansrijkheid en het ontwerp van systemen ten behoeve van het vergroten van de zoetwatervoorraad in de ondergrond. Dus ASR-systemen of krekelige infiltratiesystemen.
Het berekenen van zoutvracht naar het oppervlaktewatersysteem, wat een relatie heeft met zoetwatervraag en doorspoelbehoefte. Randvoorwaarden voor zoutvrachtberekeningen aan hoogtezone bijvoorbeeld. En ook heel belangrijk is de effecten van zeespiegelstijging en klimaatverandering op het verziltingsproces. Dus eigenlijk, wat is het effect van klimaatverandering, wat ons in de toekomst wacht staat op misschien wel al deze hierboven al genoemde onderwerpen. Nou, een voorbeeldje dan uit het LRM bijvoorbeeld, als je het hebt over het effect van de zeespiegelstijging op stijghoogte. Dan in dit geval hebben we het hier over het effect van 3 meter zeespiegelstijging op de grondwaterstand, dus boven in het systeem, op het eerste watervolumepakket en het tweede watervolumepakket. Puur als voorbeeld van een dergelijk modelresultaat. En hetzelfde, wat is het effect van zo'n zeespiegelstijging op de zoutvrachten naar het oppervlaktewater? Dit is dus allemaal berekend met dat landelijke, het LAM, het landelijk hydrologische model. En daar dan de zoetzout variant van. Nou, dan zie je dus bijvoorbeeld dat onder een scenario van flinke zeespiegelstijging je een toename van de zoutvlakte naar het oppervlaktewater kan verwachten. En dat heeft implicaties voor bijvoorbeeld de doorspoelbehoeftes in het oppervlaktewater. Hè, om de sloten zoet genoeg te houden, zodat je daar uit kunt blijven irrigeren. Nou, dit soort modellen zijn uiteraard behoorlijk data-intensief, dat zou je kunnen voorstellen. En daarbij maken we dus dankbaar gebruik van data die ofwel in de bureau zitten of daarin terechtkomen. Een belangrijke component daarin zijn de geologische en geohydrologische ondergrondmodellen, die Ronnie ook al noemde en Erik. En dan heb je het over Regis 2 en Geotop. Dat is een belangrijke component van zo'n grondwatermodel ook. Daarnaast maken we veel gebruik van stijghoogtes en grondwaterstanden, zoals die ook in de bro staan. En dat gebruiken we dan met name voor de randvoorwaarden van de modellen en voor calibratie en validatie, dus toetsing. Om te weten of je model een beetje presteert, een beetje de metingen nabootst. En voor zoetzoutmodellen hebben we uiteraard metingen nodig van het chloridegehalte van het grondwater. Voor het afleiden van de initiële condities en ook weer voor calibratie en validatie van dergelijke zoetzoutmodellen. Nou, hier een voorbeeld van LRM, welke data daar gebruikt zijn om te komen tot een landsdekkend beeld van de zoet-zoutverdeling, hè, de chlorideconcentraties in het grondwater. Dus een flinke diversiteit aan metingen en meettypes die daarvoor gebruikt zijn. Verreweg de meeste betreft de chemische analyses van het grondwater, hè, dus puur monsters die genomen zijn uit pijlbuismetingen en waar daarin direct dan de chloridegehalte of via EC gemeten is. Andere types zijn vertical electrical soundings, glijdbaarheidssonderingen, boorgatmetingen, slimflexmetingen. Dat is eigenlijk een soort innovatieve boorgatmeting ontwikkeld door Deltares. En prikstokmetingen. En daarbovenop, relatief nieuw type metingen, zijn de airborne elektromagnetische metingen. Hier in Noord-Holland en in Friesland en in Zeeland is daar een speciale variant toegepast. Dat zijn de Fresh EM elektromagnetische metingen, waar ik zo meteen nog meer over vertel. Nou, als je al die metingen dan op een slimme manier combineert, dan kun je komen tot een 3D verdeling van je chloriedconcentratie in het grondwater. Waarbij tevens een onzekerheid meegegeven wordt. Hè. Dus dat zegt, oké, hoe zeker, op basis van alle metingen die ik heb, die natuurlijk allemaal ook een eigen onzekerheden hebben, hoe zeker ben ik op een bepaalde locatie van de afgeleide chloriedeconcentratie. En dit zit dus in het landelijke hydrologische model voor zoetzoutberekeningen. Nou, die FreshM-techniek die toegepast is in Zeeland, hè, om daar te komen tot een 3D-verdeling van je chloride-verdeling. Daar wil ik nu wat meer over vertellen. Hoe werkt die techniek? Er wordt met een helikopter gevlogen over het gebied.
En onder die helikopter hangt een meetsysteem dat met 5 verschillende frequenties een elektromagnetisch veld de grond in stuurt. En dit signaal wordt ook weer opgevangen door het meetsysteem onder de helikopter. En wat er eigenlijk gebeurt is dat in de spoel een elektromagnetisch veld wordt opgewekt en dit veld wordt in de ondergrond verstoord. Die verstoring die wordt gemeten weer door de meetapparatuur onder de helikopter. En dit is een maat voor de geleidbaarheid van de ondergrond en het grondwater. Nou, dan staat hier een. Ik werd net ingeseind nog door Ronnie dat ik eigenlijk hier een verkeerde foto heb gebruikt, omdat in Zeeland er niet met zo'n hoepel is gevlogen, maar met een sigaarvormig meetinstrument. Dus mijn excuses, ik had een andere foto moeten gebruiken. Hier staan wat karakteristieken van zo'n dergelijke vluchtexercitie eigenlijk. Hè. Dus bijvoorbeeld, wordt 30 meter boven maaiveld wordt er gevlogen met een snelheid van 60 tot 80 kilometer per uur. Nou, dat zijn wat details. Ik heb daar nog een mooi plaatje van de vlieglijnen die, daar, die daarbij gehanteerd zijn, die 100 tot 300 meter van elkaar af liggen. Op zo'n vlieglijn wordt er om de 10 tot 15 meter wordt er een datapunt, wordt er een meting uitgevoerd. Nou, met deze techniek bereik je een verticale resolutie in de bovenste 30 meter van, in de orde van enkele meters. En de onnauwkeurigheid die neemt toe met de diepte. De snelheid waarmee dat gebeurt hangt af van de samenstelling van je ondergrond. Over het algemeen kun je zeggen dat de betrouwbaarheid van de metingen goed zijn tot 50 tot 150 meter diepte. Nou, dit is een plaatje van de vluchtlijnen die gehanteerd zijn in Zeeland destijds. Waarbij je dus ziet dat het een behoorlijk fijnmazig patroon is. Met in zones waar wat meer detail gewenst was, dan wordt dan ook met meer detail gevlogen. En in zo'n vliegplan wordt er ook rekening gehouden met verstoringen door infrastructuur op het landoppervlak en hoogspanningskabels en dat soort dingen, om dat zoveel mogelijk te vermijden. Nou, dit plaatje heb ik even toegevoegd om aan te tonen dat als je eenmaal gevlogen hebt en die metingen verzamelt, dan ben je er nog lang niet. Dat moet nog via een behoorlijke dataverwerking omgezet worden naar uiteindelijk de goride concentraties. Bijvoorbeeld elektromagnetische metingen zelf, daar moeten allerlei verstoringen uitgehaald worden, die dus bijvoorbeeld nog steeds het gevolg kunnen zijn van infrastructuur en hoogspanningskabels. Er moet vervolgens een inversie worden uitgevoerd van die elektromagnetische data naar de bulkconductiviteit van de ondergrond. Welke vervolgens dan weer opgesplitst moet worden in een conductiviteit van de matrix zelf en van het grondwater. Als je dan de conductiviteit van het grondwater zelf hebt, dan moet dat nog omgezet worden naar chlorideconcentraties. Nou, in de hele FRESIEM-systematiek, zoals die in Zeeland is toegepast, wordt daarin ook rekening gehouden met allerlei onzekerheden die in al dergelijke dataprocessing en conversies die daarmee gemoeid zijn. Waardoor je uiteindelijk komt op een probability density function per meetpunt op. Gijs, dit is wel behoorlijk technisch, hè? Je geeft aan hoe die dataverwerking gaat. Zou je ook een stukje vooruitblik kunnen geven van oké, wat zijn dan toepassingsmogelijkheden? Waarbij je nog kort aangeeft wat het verschil is tussen meten uit de lucht en wat het verschil is met een put. Dan kunnen we dat daarmee het verhaal mooi afronden. De moraal van dit verhaal is inderdaad dus dat er een hoop nodig is om uiteindelijk tot de chloriedconcentraties te komen. Daar is dit ook een voorbeeld van, dit plaatje. Hè. Dus je gebruikt je resistiviteitsmetingen en je hebt metingen van of informatie van de ondergrond nodig om uiteindelijk te komen tot echt de conductiviteit van het grondwater en daarmee de chloride concentraties. En uiteindelijk voor Zeeland heeft het dus geleid tot een 3D chloride verdeling in het grondwater. En het grote voordeel ten opzichte van puntmetingen is dus dat je echt een vlakdekkend beeld krijgt. En hier zouden heel veel boorgatmetingen bijvoorbeeld of zoutwachters voor nodig zijn om een dergelijk beeld te kunnen creëren.
Specifiek is dit dus de diepte van het zoet-zout grensvlak, als je dat definieert op 1,5 gram per liter. Een toepassing van zo'n chlorideverdeling is bijvoorbeeld dat je dan kansrijkheidskaarten kunt maken voor zoetwatermaatregelen, zoals krekerige infiltratiesystemen of andere technieken die gericht zijn op het vergroten van de voorraad zoetwater in de ondergrond of het voorkomen van capillaire opstijging van zoutgrondwater naar de wortelzone. En een andere toepassing is ook modelvalidatie, bijvoorbeeld. Waar ik hier een voorbeeld van geef. In Zeeland weten we dat de chlorideverdeling redelijk stabiel is. En je gebruikt de FreshIM-data dus als initiële conditie in je model. Dan wil je dat je model, als je daarmee gaat rekenen, ik heb hier bijvoorbeeld 70 jaar gerekend, 60 jaar gerekend met een model. Dan wil je dus niet dat die verdeling heel erg verandert. Omdat vanuit eerdere monitoringscampagnes we weten dat de verdeling redelijk stabiel is. Dus op die manier kunnen die FreshIM-data goede validatiebasis geven om te zien of je model goed presteert. Nu wordt de hele FreshIM-techniek die dus in Zeeland is toegepast, wordt uitgerold over een groter deel van Nederland. Dat is nu in voorbereiding, onder andere door onszelf, door TNO en de samenwerking met al deze partners die hier op deze slide genoemd staan. Dus er staat een hoop meten met helikopters op het programma. Dat zijn er inderdaad heel veel, Gijs. Ja. Ik wil eigenlijk vanaf hier nog een aantal vragen aan jullie stellen. Ik hoop dat dat oké is. Om daarmee tot de afronding van het verhaal te komen. Want je hebt de metingen vanuit de lucht waarbij je een groot gebied kunt meten. Je krijgt een algemeen beeld. En met de putten ga je wat meer de diepte in en zie je veranderingen in de tijd. Ja. Je wilde ook nog iets vertellen over de onderzoekscomponenten. Mag ik dat heel eventjes laten voor wat het is, Gijs? Ja, omwille van de tijd. Ja. Ik heb al geprobeerd wat haast te maken, want ik zag ik merk het. Ja, het gaat snel. Dan vraag ik jou eventjes om je presentatie te stoppen en dan stel ik jullie nog een paar korte vragen. Allereerst ook Ronnie, er is bij de aanmeldingen een vraag binnengekomen. En dat gaat over de ondiepe ondergrond. Dat is eigenlijk van... waar zijn de grootste problemen te verwachten als het gaat om verzilting op leidingen en funderingen? Kun je daar kort iets over zeggen? Of is dat meer een vraag voor Erik? Verzilting op leiding? Nou, ik weet dat daar over nagedacht wordt. Maar niet zozeer over verzilting, maar bodemdaling. Dat is een wat grotere impact. Verzilting... opleidingen en funderingen lijkt me een minder relevant thema. Ja, oké. Okay. Ja. En dan Erik, ik zal mijn camera ook even weer aanzetten. Erik, een vraag aan jou. Als de drinkwaterbedrijven bronhouder worden, wat betekent dat dan voor de gegevens van verzilting? Dat er een grotere dataset beschikbaar komt. Inderdaad het toetreden van de drinkwaterbedrijven, wat een heugelijk feit is, die is aanstaande. Er is een heel overleg geweest van welke gegevens ze dan kunnen gaan aanbieden. Nou, heel veel grondwaterstandsgegevens, dat is eigenlijk de grote bulk. En ik denk dat we moeten gaan bezien, en zo staat het ook in de wet, dat per datatype, dus als het ook over FWD gaat, over de zoutwachtermetingen, de geomkabelmetingen, we weten dat heel veel drinkwaterbedrijven veel historische gegevens hebben. Dat bijvoorbeeld Waternet, ik zag Philip net al langskomen, die zijn ook druk aan het meten, ook met zoutwachters. Dus ik heb er wel goede hoop op dat ook dat soort gegevens, en bij de drinkwaterbedrijven is het ook een beetje... welke gegevens dan naar de bureau komen, dat is eigenlijk onderdeel van het overleg voortdurend. Maar dat die gegevens ook naar de bureau toekomen om de
de maatschappij ook de beschikking te geven over die gegevens. Dus er komt een behoorlijke gegevensstroom bij. Ja, ja, echt heel veel meer. Ja. Maar dat is dan eventjes een vooruitblik. Dat is een vooruitblik. Hè. De grondwaterstanden, dat weten we, dat daar misschien zeggen het aantal grondwaterstanden, ik zal niet zeggen misschien verdubbeld wordt, maar dat is echt een hele significante dataset die erbij komt. En we moeten gaan bekijken per drinkwaterbedrijf wat ze aan chemische gegevens hebben. Dat gaan we dan zien. Ja. Dank voor nu, alle drie. Heel fijn dat op deze manier een goede introductie is gegeven over het onderwerp verzilting en formatie-weerstandsonderzoek. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne dag. Het volgende broodje is op 15 juni. Dat gaat over Bro 3D. Meer daarover is te lezen op de website. Dat is ook de dag van de live ketendag in Ede, waarvoor je kunt opgeven. En tot slot, zijn er nog vragen? Laat ze weten in de chat of neem contact op met de service desk.